de introductie van Babette Kukkelkorn. Zij is rouwbegeleider en we hebben haar gevraagd om een presentatie te houden vandaag over verlies en rouw. Het omgaan met verlies en rouw. Babette, je camera staat al aan. Je microfoon misschien ook. Je hebt een presentatie, een PowerPoint gemaakt. Ik zal stoppen met delen, zodat je jouw presentatie kan delen. En ik zou zeggen, ga je gang. Veel succes. Jo. Hele goede morgen allemaal. Ik ben dus Babette Kukkelkorn, rouwbegeleider. En ook dit jaar, 10 jaar ook, heb ik MS. Rouwbegeleiding is een heel interessant onderwerp. Zeker voor mensen met MS, want we krijgen daar... Iedereen krijgt daarmee te maken, maar zeker op het moment dat je de diagnose krijgt. Ga maar door. Oh, daar komt ie. Wat ik vandaag met jullie wil gaan behandelen, wat is rouw nou eigenlijk? Want iedereen kent het woord wel, maar weet iedereen precies wat het nu inhoudt? Het wordt vaak gezegd. Er zijn verschillende vormen van verlies, daar wil ik het met jullie over hebben. En de rouwprocessen. Ik geef ook les. Ik geef les als ervaringsdeskundige. En in mijn lessen, die altijd heel lang duren, daar heb ik een heel dagdeel voor, vraag ik mijn deelnemers altijd, als je nou eens kijkt naar het afgelopen half jaar, wat ben je in het afgelopen half jaar nu allemaal verloren? Daar kunnen we natuurlijk nu niet heel lang bij stilstaan, dus ik heb alvast een lijstje voor mezelf gemaakt. Wat ik het afgelopen half jaar allemaal verloren ben, is mijn bakfiets, die heb ik verkocht. Er is een vriendschap verbroken. Mijn diploma heb ik helaas nog niet gehaald, maar ik geef niet op. Ik had een MS-dag georganiseerd, die moest ik annuleren. Verjaardag klein gehouden, COVID. Mijn dochter had een diagnose gekregen, die had te weinig groeihormonen. Auto-ongeluk, afwijkende bloedwaardes. De vader van mijn vriend is overleden. Allemaal verschillende soorten verliezen heb ik meegemaakt het afgelopen half jaar. En daarom heet deze... training of deze presentatie ook, verlies en rouw. Want je moet eerst iets verliezen voordat je gaat rouwen. En waarom ik dan dit nu inderdaad je laat zien, is dat er dus verschillende verliezen kunt hebben. Rouw, naar aanleiding van een verlies, is een normale reactie. Iedereen zal dat misschien wel herkennen. Misschien herken je ook de verliezen die ik heb ervaren en heb je misschien zelf ook nagedacht wat je allemaal zelf verloren bent. Want meestal denken mensen dus bij rouw van, oh, dat gaat over als iemand overleden is. Maar een rouwproces gaat na elk verlies in gang. Alleen, het is natuurlijk heel verschillend of jij moet rouwen omdat je bakfiets weggaat. Of omdat je rouwt omdat je vader is overleden. Of omdat je moet rouwen omdat je de diagnose MS hebt gekregen. En daar ga ik het dus verder over hebben. Wel, er zijn dus verschillende vormen van verlies. Er zijn verschillende vormen. MS, chronische ziekte en vooral MS, dat is echt een specifiek rouwproces. En vandaar dat ik het ook heel fijn vind dat ik jullie daar iets over kan vertellen. En ik hoop dat je daar ook dingen in zal herkennen. Om nou eens even voor jezelf, want je zit nu te kijken naar een beeldscherm, of naar mij, op een beeldscherm. En je bent een presentatie aan het kijken, maar ik wil jullie toch wel vragen... om eens na te denken, je hebt je ingeschreven voor een rouw. Waar denk je dan aan? Welke verlieservaringen zijn er nu? Zeker op het gebied van MS. Welke verlieservaringen herken jij? En nu komt Karen volgens mij. Ja, ik ben in beeld en ik heb ook mijn microfoon aanstaan, zie ik. Dat is mooi. Ja, want we hebben daar een poll voor. Hè? We hebben een vraag aan de deelnemers. En ik ga nu de pollvraag... openen. Die heb ik niet opnieuw aangezet. Dat is relaunch poll. Zo moet ik het doen. Kijk, nu is hij goed. Aan de deelnemers is de vraag: welke rouwervaringen herken jij? En dat zijn rouwervaringen die ik hier heb neergezet. Natuurlijk zijn er meer. Babette heeft mij echt een lijst van 20, 30 ervaringen aangeleverd. Ik heb er een aantal uitgehaald. Welke herken je? En vergeet niet op submit te klikken als deelnemer. Oh ja, ik zie er al een hele hoop binnenkomen inderdaad. Energie, veel achteruitgang, ja. Oh ja, interessant. En als je iets anders wilt delen met ons, kun je dat via de chat doen. Ja, daar kunnen we altijd later nog op terugkomen. En ik vind het ook wel interessant hoor, als je iets anders in wil vullen. Want daar help je mij ook mee als rouwbegeleider.
dat ik misschien een bepaalde verlieservaringen nog over het hoofd heb gezien. Dus graag als je een andere hebt. Oh ja, interessant is wel dat het best wel redelijk gelijk is, hè? Er springt er niet eentje heel erg uit. Nee, dat zie ik ook. En ik zie ook dat 80% van de deelnemers al heeft geantwoord. Dus ik denk dat ik de stembus ga sluiten. Ja. Dat heb ik bij deze gedaan. Je kan niet meer stemmen, maar dat ik ook de resultaten ga delen, zodat de deelnemers ook kunnen zien wat jij en ik zien, Babette. En ja, nu kunnen deelnemers dat zien. Ja, je hebt gelijk, Babette. Het loopt redelijk gelijk op. Zeker gelijk, hè? Ja. Ja, ik ben ook zo met ook na, als het afgelopen is, ben ik ook heel benieuwd wat allemaal in de chat staat bij anders. Ja, moet ik hem weer even wegklikken? Ja, hier staat hij nog een keer onderin. En ik vond het wel inderdaad interessant. Ik was heel benieuwd ook of er niet heel duidelijk bijvoorbeeld energieverlies zou zijn. Omdat we dat toch over het algemeen wel veel horen als de meest voorziende klacht ook bij MS-patiënten. Maar waarom ik dit dus doe, is dat je misschien realiseert dat het rouwproces bij MS zit gewoon op heel veel verschillende vlakken. Het zit niet alleen per se bij het verlies van een functie van je lichaam. Maar het raakt je op heel veel vlakken. En daarom is het ook een ander rouwproces dan een rouwproces wat je aangaat naar aanleiding van het overlijden van iemand. Dat was de reden waarom we deze tussendoor even wilden doen. Oké. Verloop van rouw. De definitie van rouw, dat is best wel in de laatste jaren heel erg veranderd. Wat ik heel erg positief vind. Er is ook geen eenduidige definitie meer van wat is nou normaal. Of hoe lang moet je nou rouwen. Is het niet zo van, nou je hebt nu net de MS-diagnose gehad. Is alweer 2 jaar geleden. Moet je niet nu al een keer een beetje je ding meer gaan doen. Ik vind dat heel mooi dat dat dus niet meer is. Iedereen rouwt op een andere manier. En de een heeft meer tijd nodig en minder tijd nodig. En daarnaast gaat de pijn dus nooit helemaal over. Gelukkig wordt het op een gegeven moment wel weer iets makkelijker. Maar zeker bij MS kun je zo in één keer weer die klap krijgen als er weer iets nieuws verandert. De theorie die wij hanteren, en ik hoop dat jullie dat ook herkennen, die het meest actueel is, dat is van William Worden. En die heeft het over rouwtaken. En daar wil ik het even over hebben. Misschien herkennen jullie dit wel. De eerste rouwtaak is erkennen. Het aanvaarden van het werkelijk verlies. Mogelijk hebben jullie ook bij de neuroloog ooit gezeten en hebben jullie die diagnose gekregen. Wat veel gebeurt, dit is een van de belangrijkste taken. En wat veel gebeurt is dat mensen het wel begrijpen. Tuurlijk, ik begreep het ook wel toen ik daar zat en het werd mij gezegd. En ik begrijp het wel, ik kom binnen, ik weet ook wat MS is. Maar het echt erkennen is een ander punt. Dat is echt, dus niet in shock gaan, niet stilstaan, maar het echt erkennen. Wat veel mensen daarbij nodig hebben, op het moment als je in eerste instantie iemand overlijdt, maar bij ons in ons geval in eerste instantie de diagnose krijgt, of dat er weer een functie uitvalt, of het niet meer herstelt, is dat het heel belangrijk is dat er feitelijke informatie gegeven wordt. Waar je dan hebt. Kort feitelijke informatie. Juist omdat die klap nog verwerkt moet worden. Dit is die eerste taak. Wat ook helpt is heel vaak je verhaal vertellen. Steeds als je je verhaal weer vertelt, werk je ook aan deze taak. En terwijl je het hardop vertelt, gebeurt er ook iets in je eigen proces, waardoor je het steeds meer kan erkennen van dat het werkelijk is. Het wordt steeds meer werkelijkheid. Als die taak dus goed doorlopen is, dan krijgen we het stukje herkennen. En dat is eigenlijk nog een stukje verder, want het begrijpen, de feitelijke informatie, oké, het komt echt binnen, ik heb MS, het is zo. Dan is het herkennen, dus echt het voelen. Hoe voelt dit dan? Hoe voelt dit? Het feit dat dit nooit meer overgaat en waarschijnlijk alleen maar slechter wordt. Wat doe je daarmee? William Worden zegt ook, er is geen weg meer terug. Manu Kiersen, die ga ik ook nog een paar keer aanhalen. Dat is wel een soort, in de rouw is dat wel een grote man. Die vertelt het ook heel duidelijk.
is dat je deze taak, daar moet je doorheen. Dat is echt een rottaak. Deze is echt zo vervelend. Deze doet zoveel zeer. Maar het is wel belangrijk, want op het moment dat je deze niet doorloopt, dan, ja, overleven, natuurlijk kun je het verlies wel overleven. Je gaat er niet letterlijk dood aan, maar om verder te komen, zul je ruimte moeten vinden om de pijn te voelen en het verdriet. Want als je dat niet doet, is inderdaad het verlengen van het rouwproces. De intensiteit van de pijn verschilt, dat zal je misschien ook wel herkennen. Wat daarbij het gevaar is, is dat op het moment dat iemand heel snel accepteert, kan het natuurlijk ook zo zijn dat hij deze taak nog niet helemaal voldoende heeft doorlopen. Dit puntje is dus heel erg belangrijk, want als je die pijn dus niet helemaal voelt en er een beetje overheen stapt, dan kan dat terugkomen. Dan heb je dus psychisch-somatisch, psychisch je hoofd en somatisch je lichaam. Op het moment dat je dus iets aan het onderdrukken bent, ik vergelijk het eigenlijk altijd met als je een bal hebt, gewoon een strandbal, en die probeer je onder water te houden, dat gaat wel, hè? Dat lukt wel. Dat staat eigenlijk gelijk aan de pijn die je gewoon even niet wil voelen. Dat kan je wel onderdrukken. Dan kan je wel even wegstoppen, afleiding zoeken. Maar die bal die gaat een keer naar boven poppen. En soms ook onverwachts. Dus op het moment dat je niet volledig deze taak doorloopt, kun je gewoon onverwachts in één keer een hele vervelende reactie krijgen. Een hele grote vorm van verdriet die je niet aanziet komen. Daarna komt dus het verkennen. Dus we hebben het eerst is het accepteren. Oké, je hebt de diagnose gehad. Je gaat het echt voelen. En daarna komt het stukje verkennen. En dat is het aanpassen van de omgeving na het verlies. En dat is ook best wel een redelijk praktische taak. Weet je, ik ben 10 jaar geleden gestopt met mijn opleiding, ga ik nu weer afmaken. Ga je stoppen met werken, ga je minder werken, ga je allemaal dingen. Het aanpassen van je omgeving, nu je weet dat het is, of nadat je merkt dat je minder energie hebt. Of nadat je weer een shoep hebt gehad en dat je denkt, ik moet daar iets in aanpassen. Elke shoep is weer rouwen. Dus wat is het verlies? Welke betekenis heeft het? Welke functie heeft het? Dat is ook een interessante, omdat het eigenlijk het stukje verkennen, misschien kun je er ook iets mee. Het MS is heel erg mijn wereld ook geworden, dus het heeft ook voor mij ook heel veel dingen opgeleverd. Dus het vraagt heel veel aanpassing, je toekomstbeeld, je zelfstandigheid, dat zijn allemaal moeilijke onderwerpen. Maar mensen die dat dus uiteindelijk wel doen, dat is heel veel doorzettingsvermogen nodig en moed. Je kwetsbaar opstellen. En ook bij deze taak, als je merkt dat je in dit proces zit of je herkent het bij iemand anders, is ook weer het verhaal delen. Maar wel met een andere functie. Want je verhaal delen in het begin heeft vooral als functie dat je het heel vaak vertelt, zodat het meer binnenkomt en je meer realiseert van oké, ja, het is zo. Het gaat niet helemaal goed. De functie van deze taak, op het moment dat je bij verkennen echt zit, is je verhaal heel veel delen, zodat je ook op nieuwe ideeën komt van nou ja, inderdaad, ik kan natuurlijk ook gewoon mijn uren meer verdelen in mijn werk, bijvoorbeeld. Dus je omgeving aanpassen, je verhaal delen, daarmee kom je weer op nieuwe ideeën. En bieden mensen soms ook wel hulp aan. Dan komt de laatste taak en dat is verbinden. En dat is eigenlijk een hele waardevolle taak, wat ook niet onderschat dient te worden. Want een stukje verbinden is echt een soort, ja, je gaat dus weer, je hebt al die taken gehad, je hebt het gevoeld, je hebt het erkend, je hebt je aangepast, je weet wat je nu anders moet doen. En daarna is het ook weer opnieuw leren leven met het leven hoe het nu is. Dus misschien kan je nu minder goed lopen, of je zicht, of minder energie. Maar hoe ga je er dan uiteindelijk wel weer voor zorgen dat het leven nog wel de moeite waard is? Vroeger zeiden ze inderdaad, je moet je er overheen zetten, leven graag gewoon door. Gelukkig zeggen we dat nu dus niet. Want het verlies blijft ook bestaan. Ik ben laatst bij een voorstelling geweest, zenuwslopend. Ik weet niet of andere mensen het kennen. Zo, die kwam binnen. Echt heel erg verdrietig was ik. Dus blijkbaar had ik ook nog dingen in mijn rouwproces. Misschien nog even
dat daar nog even aandacht voor moet zijn. En wat wel mooi is, is dat er wel gezegd wordt dat het verlies wel blijft bestaan. En dat het ook mag. Dus je hoeft het ook niet af te sluiten. Het is logisch dat je er af en toe nog steeds verdrietig wordt. Deze taken, dus die 1 tot en met 4, die zijn volgordelijk in de ideale situatie. Maar ze lopen toch door elkaar. Zo zie je maar weer, 10 jaar MS, ik praat over ervaringsdeskundigen, maar soms gebeurt er iets. En het hoeft niet alleen te zijn dat men lichamelijk achteruit gaat, maar ook iets in de buitenwereld waardoor je denkt, bam, ik vind het nog steeds echt helemaal niet leuk dat ik MS heb. En ik ben er ineens toch weer heel erg verdrietig om. En dat, ook dat hoort bij een, je bent dan niet raar, dat hoort ook bij een rouwproces. Als echte Rotterdammer wil ik natuurlijk wel nog heel even een Jules Dilder mooie zin, vond ik een mooie, pas goed bij de rouw. Alles blijft, maar alles gaat ook voorbij en alles blijft voorbij gaan. En dat vind ik een hele mooie, zeker als het gaat over rouw. En zeker als het gaat over rouw binnen MS. Het blijft. Altijd. En dat is heel vervelend. Nou, dat is niet eens heel vreemd, dat is verschrikkelijk. Maar het is ook heel mooi en waardevol op het moment dat je weet dat het zo werkt. En dat je daar ook dat je dingen herkent. En dat je er dus ook open voor mag staan. Ook voor de verlieskant. En niet alleen de positieve dingen. Het mag ook soms niet leuk zijn. Criteria voor een goede afloop. Dat je weer gevoelens van welbevinden. Maar ook nieuwe initiatieven durven nemen. Dat is ook een hele belangrijke. Bijvoorbeeld dat je denkt, ja, ik weet wat we vaak zeggen bij de MS. Van, nou ja, je hebt weinig energie, dus misschien moet ik dingen niet doen. Maar misschien moet je soms wel gewoon even iets doen. En dan kijk wel even hoe het loopt. Dat is meer, dus dat, we meer, dat is de goede afloop. Dat je weer nieuwe initiatieven durft te nemen. En dat je ook minder in beslag wordt genomen door het verlies. Dus dat je, tuurlijk, als er in één keer iets gebeurt, dan kan je heel verdrietig worden. Maar dat je wel ook moment dat niet altijd, dus niet de hele tijd in beslag genomen worden. Dus we hebben het over de taken gehad. Ik hoop dat jullie er iets in herkennen. En dan hebben we nu het duaal procesmodel. We hebben de taken waar je doorheen loopt, maar in alles bij rouw en verlies gaat het over balans. Het hele leven gaat over balans. Zo zie je weer het bootje, zoals de eerste sheet waarschijnlijk. Misschien herken je die nog. Als je gaat roeien, kan je, als je met één roeispouw roeit, ga je rondjes. Dus het is belangrijk om die balans te vinden. En we hebben het dan over een balans tussen verliesgericht en herstelgericht. Veel vrouwen zitten over het algemeen, en niet allemaal, want ik bijvoorbeeld niet. Maar veel vrouwen zitten meer aan de verlieskant. Dus die draaien alleen met die peddel. En die, dus dat betekent dat ze op de bank en dus alleen maar in het verdriet zitten. Dat ze niet meer, niks meer willen. En dat is allemaal verschrikkelijk. Dus dat is heel erg in het verlies zitten. Terwijl veel mannen, en ik ook, en ik weet dat Karen ook, want dat zei zij, die zitten veel in de herstelkant. Dus die zitten meer in de kant van, ja, nou, het is allemaal wel rot, maar het gaat toch maar gewoon door. En we denken er gewoon niet aan, we gaan gewoon door. We moeten toch gewoon verder. En we gaan gewoon praktisch en we gaan gewoon door. En die hebben daar dan minder aandacht voor de verlieskant. Dus ook dat, snap je, dat is ook niet oké. Dus het is echt belangrijk om te roeien met allebei je peddels. En zodat je rechtdoor blijft staan. Dus bedenk nu ook eens voor jezelf. Waar zit ik nu in? Zit ik inderdaad in de verlieskant? Is het goed dat ik ook meer aandacht geef aan mijn herstelkant? Of zit ik eigenlijk alleen maar in mijn herstelkant? En dan geef ik eigenlijk helemaal geen aandacht aan mijn verlieskant. Dat betwijfel ik, want je hebt je toch ingeschreven voor deze webinar. Dus dat. Dan hebben we nog het stukje van Manu Kiersen, wat ik net vertelde, onze rouwgoeroe. Hij heeft een nieuwe term in het leven geroepen en dat is levend verlies. Levend verlies, wat mensen met een chronische ziekte zoals MS, het is geen rouw als in er is iemand overleden en we gaan die hele rouwtaken door en dan gaat het langzaam weer beter. Want wij MS-patiënten, mensen met MS, krijgen constant weer te maken met rouw. Op het moment dat het lichaam weer even niet meewerkt of het is een progressieve chronische ziekte. Het gaat nooit meer over en het wordt waarschijnlijk slechter. Dus je steeds weer krijg je te maken met een rouwproces. En dat is heel, heel zwaar. En dat is omdat het voor altijd is.
Maar daarentegen, en dat wil ik ook echt wel beamen, is dat levend verlies, het geeft je ook kracht. Ik weet niet hoeveel MS-patiënten jullie kennen. Het zijn wel vaak mensen die echt wel heel krachtig zijn, omdat we echt wel heel veel dingen hebben meegemaakt. We hebben echt wel heftige dingen meegemaakt. En wij hebben de pijn gevoeld, het verdriet, de angst, meerdere keren misschien wel, waarschijnlijk. En dat maakt je ook een krachtig mens. Je wordt ook creatiever in het bedenken van oplossingen. Van, oh ja, dus dit kan nu niet, maar hoe moet ik het dan doen? Of hoe kan ik, en hoe vaker je een shoep hebt of tegenslagen hebt, hoe creatiever je wordt met oplossingen. Heel veel doorzettingsvermogen, want je zult ook waarschijnlijk wel merken dat alleen in die verlieskant zit, dat dat ook niks oplevert. Dus veel doorzettingsvermogen en assertiever. En ja, ik herken me daar heel erg in. Ik geniet veel meer van de kleine dingen dan ooit voorheen. En dat is wel iets wat het ook wel, dat het wel wat het oplevert. Dit is dus mijn ding is, mijn webinar. En ik wil graag afsluiten met een verhaal. En daarna gaan we natuurlijk nog de vragen beantwoorden en gaan we het er nog over hebben. Ik was namelijk aan het hardlopen. Ik loop altijd hard. En ben ik ook een kleine dingen waar ik heel dankbaar voor ben. Als dingen die dus nog wel lukken. En dat is, ik weet niet of er ook nog mensen lopen of hardlopen. Dus vaak iedere keer hetzelfde rondje. En bij dat bekende rondje staan kwam ik altijd drie bomen tegen. Een tijd geleden, ik weet niet meer wanneer het was. Was het vorig jaar? Toen was er zo'n hele grote storm. En echt enorm. Echt een enorme storm. Bomen omgevallen, alles. Ik neem even een slokje water. En toen ben ik dus ook even niet gaan hardlopen. En na een tijd dacht ik van, nou, ik ga het weer even keer oppakken. En ik ga weer mijn rondje doen. En toen kwam ik langs de eerste boom. Want ik kom altijd langs die drie bomen. En ik denk, oh, ik ben wel benieuwd hoe het met die bomen nu gaat, na die storm. Dus ik kwam langs de eerste boom. Nou, en toen zag ik dat die boom wel enigszins weer gegroeid was. Maar eigenlijk heel weinig. Dus ik vroeg ook aan die boom, ik zeg, wat is er nou met jou, waarom ben jij niet zo gegroeid? Het is toch al best wel lang geleden dat die storm is geweest. En toen zei die boom, die vertelde mij van, ja, weet je wat het is? Ik ben zo geschrokken van wat me is gebeurd, wat me is aangedaan door die storm. Ja, ik durf eigenlijk niet meer verder te groeien. Ik ben bang dat als ik nog meer groei, dat ik dan weer omval. Dus ik blijf gewoon klein. Ja, jeetje. Nou. Ik weer door. Ik denk, nou, kijk hoe het met die volgende boom is. Dus ik weer bij een stuk met het andere rondje. Ik denk, waar is die boom nou? En nu zie ik dat die boom gewoon plat op de grond ligt. Dus ik denk, wat is hier nou gebeurd? Dus ik ook aan die boom vragen, joh, wat is er nou met jou gebeurd? En die boom die zei mij, ja, toen die storm was gekomen en die heeft me echt om doen vallen. Dus ik ben helemaal omgevallen. En wat mijn reactie was toen ik omviel, was ik moet nu echt heel snel groeien. Heel snel groeien, want we gaan gewoon door. We gaan heel snel groeien. Dus die boom is zo snel gaan groeien, maar die is niet eerst gaan aarden. Die heeft niet die wortels in de aarde gelaten. Dus wat er gebeurde is dat die wel heel snel groeide, maar zonder fundering, met één klein briesje, klein stormpje, viel die zo weer om. Dus ja, dat was ook niet echt een goede oplossing. En toen kwam ik bij de derde boom. Nou, die stond er echt prachtig, echt super groot en hele grote takken en mooie bladeren. Echt prachtig. Dus ik zeg, maar wat is er dan met jou gebeurd? Want jij staat helemaal goed. Toen vertelde die mij dat hij na de storm was hij heel erg geschrokken. En de zon die zei wel van, nou kom op, je moet groeien. Ik geef je zon en dan kan je groeien. Maar toen zei die boom, nee. Ik ben zo geschrokken, ik heb heel even mijn tijd nodig om te voelen en te aarden. En wanneer ik rustig voel en goed geaard ben, dan zal ik dat aangeven. En dan wil ik wel gebruik maken van de zon. En toen kwam de zon en de boom was er klaar voor. En toen kon hij rustig in zijn tempo, met hulp van de zon, groeien tot een hele mooie, sterke, goede fundering, goede boom. Dit is het verhaal wat een beetje
staat voor wat ik jullie net heb verteld over hoe je in een rouwproces, hoe rouwprocessen werken en hoe je dit het beste aan kan pakken. Wat een mooi verhaal over die boom, Babette. Echt heel mooi. Dank je wel. Blijf vooral in beeld. Ik wil namelijk dat Annemieke zo dadelijk alle vragen die in de chat zijn gesteld. Annemieke heeft nu haar microfoon aan. Ja, ik heb mijn microfoon aangezet, maar ik zit nog even te kijken hoe ik mijn beeld ook aanzet. Ja. Ga je gang, Annemieke. Een vraag over een beetje aan het begin van jouw presentatie, Babette. Misschien kun je wat meer praktische handvatten geven over hoe je de taak herkennen doorloopt. Het voelen. Wat praktische tips. Ja, ik mediteer veel. Waar gaat mijn verhaal nou heen? Ik ben zelf gestopt met delen. Ik heb niet jouw PowerPoint gedeeld. Wat goed is, dat is een hele goede vraag trouwens. Want dat zijn even praktische tips. Dat is een hele goede. Is de tijd nemen, voelen. Veel je verhalen vertellen. Maar dat is echt de tijd nemen. Want dat is echt, als je kijkt naar dat duaal procesmodel, is dat je dus wel de verlieskant in de gaten houdt. En de verlieskant is vooral inderdaad die ruimte nemen en niet te veel doorgaan. En denken, ik moet dit doen en ik moet dit doen en ik moet dit doen. Maar vooral kijken, maar hoe voel ik me nu? Dus dat, praktische tips is voelen. Voelen, ga wandelen, mediteren. Ja, jullie horen mij weer, hè? En dan over dat delen van verhalen kreeg ik ook van iemand een vraag langs. En er kunnen denk ik veel mensen zich wat bij voorstellen. Als je al heel lang MS hebt en je deelt af en toe je verhaal, maar je merkt ook dat mensen in jouw omgeving je een beetje een zeur beginnen te vinden. Want ja, je ziet er best goed uit. En hoezo, weet je wel, kom je iedere keer met dat verhaal. Hoe zou je daar mee om kunnen gaan? Ja, nou, op het moment dat je wel nog behoefte hebt aan je verhaal te delen, is het denk ik wel goed om inderdaad de mensen uit te zoeken waar je het wel kan vertellen. Maar je kunt het natuurlijk ook vertellen door je verhaal Lang Leef het Internet op fora. Je kunt het schrijven, je kunt het delen. Daar krijg je ook reactie op. Ik ga natuurlijk geen reclame maken. Maar er zijn dus er zijn MS-groepen genoeg. Waar je ook je verhaal kunt delen. En dan is het misschien niet praten, maar misschien wel dat je het kunt delen door te schrijven. En ik weet dat toen ik in het begin voor de eerste keer iemand ontmoette met MS, die ook veel gelijkenissen had met mij. Dat heeft mij zoveel energie gegeven. Dus dat was wel zoeken, want elke MS-patiënt is natuurlijk ook anders. En ze zijn niet allemaal leuk. Niet iedereen is aardig. Het is niet dat je, als je MS hebt, dat je dan gelijk een leuk mens bent. Dus dat is wel zoeken. Maar er zijn er echt heel veel fora en mensen die je dan kunt vinden. Ja, Babette, die reclame die durf ik wel te maken. Want de MS-vereniging heeft bijvoorbeeld een MS-telefoon. Daar zitten ook... dat zitten allemaal ervaringsdeskundigen achter de telefoon. En die zijn elke werkdag beschikbaar van 10:30 tot 2:00. Dus je kunt bellen en dan kun je verhaal lekker kwijt. Deel je dat liever online, dan kun je op het forum van MS Web terecht. Dat wordt ook in de chat, heeft iemand al een linkje geplaatst. Dus dat is hartstikke goed. Kunnen jullie meteen naar door klikken. Ik zag ook net iemand voorbij komen die zegt, ik word er juist down van. En daar wil ik ook wel even op reageren, want dat begrijp ik. Want wat ik zeg, ik heb nu 10 jaar MS en ik ben nu 7 jaar actief ook in de MS-wereld. En er zijn heel veel mensen wat ik ook een beetje vermoeiend vind. Dus soms wel even zoeken, maar er zijn ook... De meeste mensen zijn gewoon leuke mensen. En je hebt wel veel herkenning omdat je MS hebt. Maar het is wel zoeken soms.
Maar kom een keer naar een MS-evenement die ik organiseer. Ja. Nou, ik kan me inderdaad voorstellen dat, of wat wij wel als vereniging wel merken, is dat als mensen contact zoeken met lotgenoten, dat ze dan vaak op zoek zijn met iemand die in precies dezelfde fase of precies de, en die van dus precies dezelfde beperkingen of klachten last heeft als, als zij zelf. En ja, dat is inderdaad, ik kan me voorstellen dat dat zoek is. Maar op het forum van MS Web heb je heel veel topics. Heel veel over symptomen en klachten van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen, kijk daar gerust eens. Babette, er zijn ook op jouw eerste vraag, hè, van wat voor ervaringen kennen mensen, de pol eigenlijk. Daar hebben, bij Anders hebben heel veel mensen ook dingen ingevuld. Oh. Dus dat is ook wel heel leuk. De chat wordt overigens ook bewaard, hoor. Dus ik kan je dat ook allemaal sturen. Maar misschien kan ik een paar dingen even voorlezen. Iemand antwoordt: het verlies van begrip van mijn omgeving, omdat mijn ziekte onzichtbaar is. Oh, dat is een hele mooie. Ja. Ja. Het verlies van dat ik niet meer zelfstandig op mijn kleinkinderen kan passen. Niet meer alleen. Dat ik nauwelijks een dag weer voor mijn kinderen kan zorgen of bij ze kan zijn. Dat raakt mezelf heel erg. Het verlies van huisvesting of van je huis, omdat je moet verhuizen. Omdat je huidige woning dat niet meer lukt. Ja. Ja, dat gewoon niet meer vanzelfsprekend is. Dat je veel last hebt van vermoeidheid. Dat je daar dan weer depressief van wordt. Verlies van werk is ook, maar die stond misschien in jouw lijstje ook wel, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou ja, de terugkeer in de pijn. Doordat je steeds weer van een stukje afscheid moet nemen. Ja, dat is wat levend verlies, wat ik eerder in de presentatie ook vertelde. Dat maakt dat een rouwproces bij mensen met MS en andere chronische aandoening heel anders werkt als een verlieservaring door het overlijden van iemand. Het is voor altijd. En steeds weer komt het terug. En dat maakt het moeilijk. Anders. Ja. Ja, Karin. Ik ga er even bij zitten hoor, jongens. Ja. Nou, er wordt nog van alles gechat. Ja, verlies van onafhankelijkheid, vrijheid. Steeds meer afhankelijker worden, ja. Ja, dat is toch wel, dat zie je veel terugkomen, hè? Ja. Oké, Annemieke, zijn er geen vragen meer? Zal ik het weer oppakken vanaf hier? Ja, ja. Annemieke, als jij in ieder geval want ik denk dat er een soort echo, die is nu weg. Dankjewel Annemieke, dankjewel Babette nogmaals. We gaan verder met de overige informatie, het delen van de overige informatie. Er zijn zo'n 60 mensen aanwezig. De opname, er zijn wat mensen binnengekomen na het begin van jouw presentatie, Babette. Ik weet zeker dat ze het begin van jouw presentatie ook willen horen. En dat kan met behulp van de opname die ik denk ergens volgende week op het YouTube-kanaal van MS Vereniging Nederland staat. Dus maak je geen zorgen, die opname is beschikbaar. En we hebben nog een aantal andere presentaties, namelijk op 26 oktober ook 's ochtends. Een presentatie over bewegen en vermoeidheid. En Célie Journet die zal hier een presentatie over geven. We kennen Célie Journet misschien van een webinar dat ze vorig jaar ook met mij via de MS-vereniging gaf. Dus op 26 oktober Célie Journet. En in november dan hebben we een presentatie, maar dat is geen webinar, want we mogen gewoon weer live. En 27 yay. November, wat zeg je? Zeg yay! Ja, yeah! Ja, ben ik ook heel blij om. Heel fijn is dat 27 november is de algemene ledenvergadering van MS-vereniging Nederland. En die vindt dit jaar plaats live aan tafel of in een zaaltje in Vught.
Deze is uiteraard voor alle leden, de algemene ledenvergadering. En voorafgaand aan de vergadering is er een presentatie over spasticiteit. En we weten nog niet helemaal zeker wie deze presentatie gaat geven. Maar nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Het is een presentatie over psychosociale zorg voorafgaand aan de algemene ledenvergadering. En we hebben nog een webinar over spasticiteit. Zo zeg ik het goed. En het webinar over spasticiteit, daar hebben we nog geen definitieve datum voor. Maar die zal in november plaatsvinden. 27 november dus live, psychosociale zorg. En die is alleen voor leden. Wil je hier per se bij staan, word dan even lid, zou ik zeggen. Want als je dat nog niet bent, dan is dat misschien sowieso fijn voor jullie. Dan kun je altijd gebruik maken van dit soort presentaties en activiteiten, noem maar op. Wil je daar meer informatie over weten, ga naar de website van de MS-vereniging. www.msverenigingnederland.nl. En ja, hoe meer leden we hebben, hoe meer dingen we kunnen doen, zoals dit soort webinars met inspirerende presentatoren, zoals Babette. Goed, we zijn aan het einde gekomen. Dit webinar is mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren. Je ziet hier hun logo's in beeld. En we zijn aan het einde aangekomen.